Allemaal thuiswerkers van de thuiszorg, huishoudhulpen en verzorgenden. Wij hebben in coronatijd niet geaarzeld en we zijn naar onze mensen gegaan om hulp te bieden. Helaas was er een minpuntje aan het verhaal. Onze werkgever hebben we echt moeten overtuigen dat we de nodige beschermingsmaatregelen moesten hebben. Na wat gezaag hebben we dan toch uiteindelijk verkregen dat er stoffen, mondmaskers waren, wel niet altijd in de juiste vorm en niet altijd dubbelzijdig. Maar zwart, we zijn dan niet van start gegaan. De alcoholgel, ja, dat was een ander verhaal. Dat was eigenlijk niet nodig. Daar hebben we nog een beetje meer moeten zagen om dat te verkrijgen. Maar uiteindelijk is dat in orde gekomen. Dankzij de sponsor. De sponsor door Inbev, inderdaad. En we weten ook, als het handeltje op is, is het gedaan. Hebben we er geen meer. Dus zorgen voor het najaar. Intussen zijn er wel met mondjesmaat chirurgische mondmaskers gekomen. Maar waarvan we weten dat we zeer profijtig moeten zijn. En hebben we toch ons plan kunnen trekken. Maar we hopen dat in de toekomst, indien er een tweede golf komt van corona, de werkgevers wat rapper in gang schieten, wat actiever zijn, dat we niet zo moeten achter hun vodden zitten en ons als basiswerker, die toch ganse dagen met andere mensen in contact komen, zeker de nodige beschermingsmaatregelen nemen om bij de mensen aan huis te gaan. Mogen we toch ook nog een keer vragen voor dat de regering de gezinszorg daar niet meer in onderschat? En dat ze gelijkwaardig behandeld worden, want we hebben altijd van onze werkgever moeten worden. De middelen komen niet van de regering. Dus vragen wij vriendelijk aan de regering, vergeet de gezinszorg niet. Waardeer de gezinszorg, geef hen de nodige middelen.